Vandaag is een spannende dag voor mij. Ik heb namelijk een afspraak gemaakt bij Prescan, waar ze mijn gezondheid grondig gaan doorlichten tijdens hun Total Body Scan. Hier zie je de lever. Is dit dezelfde methode hoe ze ook naar kindjes kijken in de buik? Kom op, je kan het. En ik moet zeggen, ik ben best wel zenuwachtig. Je weet het namelijk nooit. Hallo. Goedemiddag, mevrouw Visser. Komt u binnen? Carlijn, ja. Dankjewel. Wat gaan jullie precies onderzoeken vandaag? Nou, je krijgt een cardiologisch onderzoek. Daar zeg maar, wordt bekeken van hoe je hart eruit ziet en de functionaliteit van je hart. We maken een MRI. Daarmee kijken wij naar je organen. En ja, je krijgt een uitgebreid bloedonderzoek. Ja, ik zit in de startblokken. Ja. Kleven er ook gevaren aan zo'n MRI-onderzoek? Nee hoor. Een MRI, dat is een hele grote magneet, moet je je voorstellen. Dus het, het werkt met magnetische golven, dus er komt geen straling bij vrij. Ik ga met jou meelopen en dan begeleid ik je naar de MRI toe. Oké, dan ga ik nu het pashoekje maar in. Ja. Of de kleedkamer. Ja. Alsjeblieft, en veel succes. Ja. Goedemiddag. Hallo. Dag, ik ben Peter. Carlijn. Ik ben de fotograaf vandaag van de MRI. Oh, wat gezellig. Wat gaat dat ding nou precies meten? We beginnen met het hoofd. Dan gaan we scans maken van het hoofd, van de hersenen. En daarna gaan we naar de bovenbuik. Dan gaan we foto's maken van de lever, de alvleesklier en de nieren. En daarna gaan we naar de onderbuik toe. En dan is het eigenlijk klaar. Dan zijn we 3 kwartier verder ongeveer. En hoeveel foto's worden er dan in totaal gemaakt? Enkele honderden. Echt? Ja, ja. Zoveel? Ja, ja. Laten we maar beginnen dan. Is goed. Kom verder. Ja? Ik heb een vraagje. Zie jij nog rare kronkels in mijn hersenen? Nou, er zitten er wel een paar, maar ik denk dat het een beetje bij jouw karakter hoort, of niet? Dag, ik ben de cardioloog, meneer Sprangers. We gaan onderzoek doen van het hart. We gaan bij de fietstest 2 dingen meten. In ieder geval de hartfrequentie, de stijging van de hartfrequentie en ook het herstel. Dat is ook weer een maat voor de lichamelijke conditie. En we meten ook de bloeddruk. Mag je gaan fietsen? Hoe hoog wordt de druk hier opgevoerd? Want ga ik echt met mijn tong op mijn knieën zo meteen de deur uit hier? Of? Aangezien ik de wedstrijd altijd wil winnen, voer ik het net zo lang op totdat jij niet meer kan. Nee, ik ga toch de strijd aan. Ik heb het niet meer koud. Kom op, je kan er wel eventjes. Ja? Ja, kom op zeg. Iets minder praatjes, dat merk je wel, of niet? Zolang jij nog praat, weet ik dat je verder kan. Dus fiets nog even door. Kom op, je kan het. 10 seconden. Ja. En dan gaan we. Over de finish. Je mag nu gaan stoppen. Heel goed, even uitfietsen nu. Even rustig uitfietsen, je moet even bijkomen. We hebben inmiddels een aantal dingen bekeken. We hebben gekeken of er ritmestoornissen zijn opgetreden. Die hebben we niet gezien. We hebben gekeken of de bloeddruk normaal stijgt. Nou, we zien een hele normale bloeddrukstijging. We hebben gekeken of de hartfrequentie normaal stijgt. Die stijgt naar een normale hoogte. We kijken nu naar het herstel van de hartfrequentie. Dat ziet er ook netjes uit. Ah, dus dit is mijn hoofd? Ja, dit zijn de dwarsdoorsneden van je hoofd. En je kan het heel makkelijk herkennen, want hier zijn je ogen. Ik maak even een foto. Ik vind het toch leuk voor het nageslacht. Kun je nog iets laten zien? Ja, zie je dit wat heel mooi is? Dit zijn net slingertjes. Ja, wat is dat? Dat zijn je dunne darmen. Oh ja? Dat is mooi, hè? Wat zeggen deze beelden jou? Kan ik met een gerust hart gaan slapen zometeen? Ja, je ziet een gerust, gezond hart gaan slapen? Een gerust en gezond hart, hoewel we hier niet je hart hebben gefilmd. Dus dat is nog wel even terzijde. Maar je kan gerust gaan slapen, er zijn geen afwijkingen zichtbaar. Fijn. Dus hartelijk dank voor je komst hier naar Prescan.